Zo, we gaan vandaag weer een lekker dagje vissen op kleiwater, kanalensysteem. Echt een mooie trailerhelling hebben ze hier niet gemaakt. Het is eigenlijk gewoon een aflopend kantje en dat is toch wel een kleine drop zeg maar naar de waterlevel. Nou heb ik een Pega boottrailer die kantelbaar is, kantelfunctie. Ik heb het nog nooit gebruikt bij deze trailer, maar wel eens bij eerdere trailers, andere trailers. Dus we gaan het vandaag eens even proberen en laten zien hoe je een kanteltrailer gebruikt. Ik zal eerst eens even de boot naar achter rijden met de wielen tot aan het randje en dan gaan we het hele systeem eens even laten zien. Klein stukje nog. Zo, de trailer staat tot aan het randje. De auto uiteraard op de handrem en in de eerste versnelling. En dan gaan we eens even kijken hoe dat, of dat gaat lukken. Die los. Zo. Dan gaat hij eigenlijk vanzelf op. Denk u. Dan moet je daar op de randje zetten. Ik doe het ooit zelf aan mij. Dat is handig. Dat is best handig. Even kijken hoor. Even kijken. Hey. Perfect! Hopla. Zo simpel is het dus blijkbaar. Ja, het is echt ideaal. Maakt de trailer een stuk makkelijker op. Eigenlijk overal. Zo, de trailer staat weer aan de kant. Dan is deze trailerhelling weer bereikbaar voor andere mensen. We liggen op het water. Klein watertje. We gaan eens even kijken waar we de vissen kunnen vinden. Dus op naar de eerste stukje. En daarboven is net zo makkelijk. Gewoon de pin eruit halen, de vergrendeling. En dan de boot er gewoon recht voor leggen. En dan kun je volgens mij kun je gewoon opdraaien. Kijk wat er gebeurt. Dan kun je heel mooi zien hoe die knikt hier op de kanteltrailer.